staan hier op de rondloper van UNICEF. En we gaan filmfestival, ja. En we gaan filmsterren interviewen. Ik denk dat er een paar filmsterren aankomen. Vindt u het spannend? Ja. Denk je dat je film gaat winnen? Misschien. Ja, we denken van wel. Ik denk dat het wel erg leuk wordt. Vind je het spannend? Beetje. Het is hier heel erg koud en de filmsterren staan te trippelen om naar binnen te komen. Hebt u het erg koud? Ja, best wel. Ja, een beetje. Ja, heel erg. Jullie doen mee in eigenlijk de grootste filmwedstrijd voor basisscholen in heel Nederland. Heel erg leuk dat we hier zijn en ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie gemaakt hebben. Het is sowieso heel leuk dat iedereen heeft nagedacht over welk kinderrecht ze precies in de film gaan terug laten komen. Dus dat vind ik heel interessant om te zien wat er gekozen is. En dat is eigenlijk nog steeds het belangrijkste, het nadenken wat je wil filmen en hoe je het dan precies in beeld wil zien. 3, 2, 1, go! Het is nu pauze, iedereen zit aan de kinderchampagne en we gaan nu wat mensen interviewen. Op welke school zitten jullie? Op OBS De Panda. En waar gaat jullie film over? Over een oorlog waar kinderen bij spelen. Denken jullie dat jullie gaan winnen? Ja, denk ik wel. Van welke school komen? Wij zijn van de Fakkel. Waar gaat jullie film precies over? Over kinderen die afgewezen waren en de, zeg maar, buiten de groep werden gesloten. We hopen dat u geniet van onze film. Wij vonden het erg leuk om de film te maken. Oh, je hebt een kleine videocamera bij. Wij hebben gekozen voor een film met als thema kinderen in landen waar oorlog is. Ik was de hoofdrol. Ik speel kindsoldaat. De 10 films zijn geweest. En ik kan er maar eentje door naar de finale. We hebben ons geen moment verveeld. Dat is het eerste. Wat je als filmmaker moet doen, mensen niet vervelen. In ieder geval allemaal gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. En dat jullie hier zitten. Applaus voor jezelf. De film die gewonnen heeft, weet een belangrijke problematiek. Namelijk kinderen die elkaar beoordelen en elkaar veroordelen op een hele mooie manier te vertellen. Heel mooi in beeld gebracht, goede vorm voor gevonden. De winnaar is... De Fakkel met afgewezen. Heel erg bedankt. We zijn heel blij. En super bedankt dat jullie al hier waren. Wat zijn je hobby's? Eten. Afgewezen. Kees is te dik. Ik zit heel even mijn bril. Wat een bril, zeg. Afgewezen. Ik sta hier met Philip Braan. Hey, hallo. Hallo. Hey, hallo. Oké, hoe vond je het eigenlijk? Ik vond het heel erg leuk hoe het ging. Maar ik ben eigenlijk nog nieuwsgieriger hoe jij het vond. Oh, ik vond het heel erg leuk, hoor. Yeah? Was je blij met je film? Ja. Maar jammer dat we niet hebben gewonnen. Nee, maar ja, weet je nog wat ik gezegd heb in de zaal? Winnen is niet belangrijk, maar meedoen is het belangrijke. Heel goed, ik wil denk ik daarmee afsluiten.